Po Adriaensen zit er kalm bij. Hij weet dat de doelstelling van dit seizoen, het behalen van Europees voetbal, al vorige week is zeker gesteld. En dat alles wat nog verder volgt meegenomen is. Dus, goed beschouwd, zou Willem II deze wedstrijd vrijuit moeten kunnen spelen. Zo ook Cambuur, waarvoor geen belangen meer op het spel staan. Van Rijswijk. Elsinga. Ferrier. Ferrier krijgt de bal terug. Cambuur wil niets cadeau geven in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen waarin het debuteerde op het hoogste niveau. En waarin het zich al weken geleden veilig stelde. Ferrier. Van Utrecht. Ferrier. Als je kijkt naar de beginfase, dan lijkt het of het een kampioenswedstrijd is voor Cambuur. Zo gedreven speelt de ploeg met een schot hier van Levchenko. Dat resulteert in een corner van Utrecht. Laag bij de eerste paal en een geweldig schot van Marinus Dijkhuizen. Die dacht dat dit zijn 8e goal van het seizoen worden zou. En eerder verbaasd is te zien dat die bal er niet in zit dan dat hij de kans miste. Ingooi van Ramzi. Bombarda. Kappen draaien. Maar de ruimte niet vinden. Arts. Victoria. Victoria. Nog op het laatste moment de voet was gezet door Dormoussoglu. Abdelawi. Arts. Speelde 3 jaar in het shirt van Cambuur. Arts. Oh, dat is een fijne 1-2 zeg. Daar leek de grote kans voor Arts aanstaande. Maar hoewel hij zelf niet begrijpt waarom, bleef die bal niet aan de voet kleven. Misverstandje tussen Cissé en Ramzi, maar Promion voorkwam erger voor Willem II. Nu is Bombarda weg. Is dit zijn kans? Is dit zijn goal? Nee. De Ron krijgt er nog een hand tegen. Had een paar meter meer moeten maken, misschien nog Bombarda, maar de bal stuiterde ideaal, zo leek het. En dus waagde niet zijn kans. Abdelawi, Bombarda, Arts. Bombarda. Zag wel Abdelawi vrij staan, maar de bal was wat te voorzichtig gegeven. En nu kan het alsnog. Hill wil het dan zelf doen. En het was ook niet zo gek bekeken, want hij kon de bal niet 1, 2, 3 afgeven. Dormoussoglu. Dormion Deins terug. Burholter. Een vlijmscherp schot. Vrijschop van Arts. Bombarda. Weer in de slag met Burholter. Cissé. Ja, daar is de opening. Dat ziet Cissé goed. En dan maar schiet ook. Maar krachteloos. Dormoussoglu. Van Rijswijk. Krijgt hulp van Utrecht. En uiteindelijk ook van Dormoussoglu. Van Utrecht. Raakt de bal helemaal niet goed, maar er wordt nog wat van gemaakt door Dormoussoglu. Dijkhuizen zet zich dan schrap. Dormoussoglu, nog een keer Dijkhuizen en dan gaat hij scoren, Levchenko. Ja, daar kun je op wachten, maar hij wachtte te lang. Je ziet die goal aankomen, maar als Levchenko dan zoveel bedenktijd nodig heeft, gaat de kans vanzelf ook weer verloren. Temmink is boos op Bombarda onder meer. Maar laat uiteindelijk dan nog de corner nemen en Van Fessen is alert en dat is maar goed ook voor Willem II. Dat zo langzamerhand toch zal zijn wakker geschud door Cambuur. Van Utrecht geeft aan. En er komt het gevaar door de lucht, maar Van Fessen ziet ik kan blijven staan, want hij zoekt het doel te hoog. En die hij is dan Dijkhuizen. Ramzi zelf. Bombarda kopt door. En uit de draai. Een lastig schot voor de Ron van Jato Cissé. Van Utrecht. Levchenko. Van Utrecht.
Veel mensen van Cambuur voorin. En Van Vessen moet Willem II op de been houden. De inzet was van Levchenko uiteindelijk. Abdelhaoui. Abdelhaoui omvergekegeld, niet voor gefloten. Want het is stoer voetbal van Cambuur, maar nu is er even ruimte voor Ramzi. Nu moet het dan gebeuren, Ramzi, als je echt die man bent die Willem II nodig heeft. En die Willem II over de dode momenten kan helpen soms, maar nu gebeurt dat dus niet. En dit was er toch voor Willem II dan, het uitgelezen moment voor. Ramzi wordt naar de kant gehaald. Na driekwart van de wedstrijd en zijn vervanger is Ousmane Sanou. Sanou mag verder. Bombarda voor het doel. Galasek schuift aan en daar is ook Cissé en die kopt. En de Ron heeft er alle mogelijke moeite mee. Met een goed gerichte kopbal van Jato Cissé, arts. De Ron ziet hem langzaam gaan en dan is het een goal van Thomas Galasek. En dan valt die goal van grote afstand. Die goal die Willem II mogelijk over de drempel van de Champions League helpt. Galasek van een meter of 20. En de bal gaat buiten bereik van de Ron. En zo hebben zij uiteindelijk toch aanleiding tot juichen. En is hij de maker van die belangrijke goal. Promoyon. Galasek. Sanou. Is er langs. Sanou. En dan het penaltygebied in en dan kijken. Waar vind je de man die je maar in kan tikken? En dat is Hermes. Het zijn de twee invallers. Want Ko Adriaanse heeft een buitengewoon gelukkige hand als het gaat om wisselen. Als hij invallers inbrengt, wordt het elftal er meestal sterker op. En dat blijkt nu ook. Sanou is het. De ene invaller die het allemaal voorbereidt, die Elsinga laat staan. En die dan kijkt van aan wie gun ik de treffer. En dat is die andere invaller, Edwin Hermes. En zo zit Willem II op rozen. En kan de Champions League zich gaan opmaken voor Willem II en andersom. Het zijn de mooiste minuten van de wedstrijd ongetwijfeld voor Ko Adriaanse. 90 minuten staat er op de klok. Slechts de extra tijd moet nog worden volgespeeld. Adriaanse begint al met zijn rondje langs de reserves om iedereen te feliciteren en mee te laten genieten in het succes. Want Willem II heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt. Het succes waar van Ko Adriaanse zeer nadrukkelijk aan de wieg stond. En op zo'n dag als deze zijn er ook tranen. Tranen van geluk en misschien ook wel een beetje tranen van verdriet. Omdat het weliswaar nog niet bevestigd is. Maar het als een lopend vuurtje gaat dat Hupia volgend jaar niet meer de kleuren van Willem II verdedigen zal. Bedankt voor het toestemming en graag.